Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 8 november van Weerplaza. Het was vandaag een bewolkte dag. Ook Duitsland en België hadden te maken met wolkenpartijen. Het blijft vanavond veelal bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 6 en de 8 graden. En er staat maar weinig wind. Vannacht kan het soms even opklaren. Dan wordt het ook lokaal mistig en daalt het kwik naar 2 graden. Blijft het bewolkt, dan ligt de minimumtemperatuur rond de graad of 5. Morgen zien we wolkenpartijen. Soms komt de zon erbij. En het wordt in de middag 9 tot 11 graden. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en gaat het in het noordwesten regenen. En ook neemt de wind toe. Vanaf vrijdag is het ronduit wisselvallig en vallen er dagelijks een paar buien. De zon is ook af en toe te zien. Het waait stevig: vrijdag en zaterdag wordt het 9 tot 12 graden. Zondag is het met een maximum van 8 graden een stuk kouder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.